Broers en zusters, fijn dat we hier bij elkaar zijn. Ik heb een vraag aan jullie. Weten jullie waar jullie dit jaar heen gaan? Wat? Weten jullie waar jullie dit jaar heen gaan? Als ik kijk naar het afgelopen jaar, heeft het jaar gebracht wat je gehoopt had? Zoals we elk nieuw jaar beginnen met goede voornemens, zoals de wereld het al zegt. Maar wij mogen als christenen ook goede voornemens hebben. Maar wat we willen behalen het komende jaar. Wat willen we gaan doen? En ik hoop dat jullie allemaal denken aan de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Waar was u in 2014? Wat deed u toen? En soms is het even goed om even te stoppen en even na te denken van wat is er afgelopen jaar veranderd in uw of jouw leven? Als ik naar mijzelf kijk, begin ik altijd met de agenda van het nieuwe jaar. En in de eerste week schrijf ik altijd de dingen op die ik wil behalen, hetzij op korte termijn of op lange termijn. En ik moet zeggen, tot mijn spijt is niet alles behaald. En dat heeft oorzaken. Dat vertel ik u zo meteen. Ik las op internet een vrouw, en dat raakte mij. Haar leven was behoorlijk veranderd. Ze werd een gekwalificeerde coach in 1 jaar en heeft haar eigen zaak opgezet. Het jaar erop realiseerde ze haar droom om een schrijfster te worden. Ze heeft een blog geïntroduceerd. En ze begon een coaching website op te starten. Inmiddels heeft ze boeken geschreven en helpt ze zakenmensen om een effectieve webpresentatie of internetpresentatie te maken voor hun bedrijf. 6 jaar later begon ze mensen te trainen en te coachen vanuit een Bijbelse fundament. En haar volgende stappen zijn om huwelijk, breek, doorbraak, coaches en boeken te publiceren op Amazon, wat wij misschien zeggen bol.com of een of andere uitgeverij. Als ik zou zeggen, denk eens na wat je de komende 7 jaar zou willen doen. Dan is dat niet in 5 minuten bedacht. Maar toch wil ik het meenemen. En misschien is 7 jaar erg veel. Dan zou ik zeggen, wat zou je eerst komende half jaar willen bereiken? Voor jezelf. En dat kan op natuurlijk vlak zijn. En dat kan op geestelijk vlak zijn. Heel veel mensen zeggen, ik wil stoppen met roken. Nou, er is op zich niks mis mee. Waarom? We zijn een tempel van de Heilige Geest. En God wil dat we goed voor ons lichaam zorgen. En anders zal misschien zeggen, ik wil wat afvallen. Dat zijn eigenlijk de doorsnee zaken die gevraagd worden per 1 januari, heel vaak. Maar ik wil jullie meer na gaan denken. Hoe staat het bijvoorbeeld met jullie geestelijk leven? En wat zou je het komende half jaar willen bereiken in je geestelijk leven? Voor de een kan het misschien zijn van, ik heb mijn stille tijd verwaarloosd. En ik wil daar wat meer, wat weer oppakken als het ware. Of misschien voor sommigen opnieuw beginnen, maar misschien opnieuw op een andere wijze. Omdat de wijze waarop je het vorig jaar deed, misschien niet helemaal voldoende was. Of toereikend. Misschien wilt u dieper gaan en u in willen zetten voor de gemeente. Dan is het de Heer, de Heilige Geest, vragen, Heer, wat hebt u voor mij en wat mag ik doen? Ik sprak voor de dienst een vrouw en hij had over creativiteit. Toen zei ik tegen haar van, begin met een stap. Het hoeft niet groot te zijn, maar begin met een klein stapje. En je weet nooit hoe de Heer dat verder gaat uitwerken. Wat zou je graag willen doen dit jaar? En wat heb je eigenlijk altijd al willen doen? Zo heel goed nadenken, dan zit er een passie in ieders leven. Dan is er altijd wel iets in je waarvan je zegt, heb ik nou altijd al graag willen doen. Maar eigenlijk is het er nooit van gekomen. Waar,
waarom we hebben nooit daadwerkelijk die eerste stap gezet om een begin te maken met de wensen en de passie van je hart. Je kan zeggen van oké, ik heb er vanavond over gedacht en morgen blijft het misschien nog even hangen in je gedachten. Maar de week vordert en voor je het weet ligt dat weer ergens in een kast. En zo gaat het met heel veel dingen zo. Maar wat als we het dus opschrijven, erover na gaan denken de komende week. En we zouden het opschrijven, ergens ophangen zichtbaar. En we zouden een vriend of een vriendin, of een man of een vrouw, vragen van, zou jij mij willen coachen? Daar hoef je geen volleerd coach voor te zijn. Want in dit vorm van coachen is het meer, zou je me willen stimuleren? Zou je me willen aanmoedigen? Zou je me willen bemoedigen? Al zet je een kleine stap in de richting en het gaat goed en je man zou zeggen van fantastisch dat je bent begonnen, ben trots op je, dan is dat al een opkikker waarmee je het volgende stapje kunt doen. En zo met elkaar, en ja, ook als gemeente zijn mag je elkaar er ook in aanmoedigen, bemoedigen en misschien meehelpen, kun je veel verder komen als dat je misschien ooit hebt gedacht. Zet je hart erop. Denk erover na, schrijf het op. En breng het vooral bij de Heer. Want met de Heilige Geest zal je dit kunnen volbrengen. Want als we het alleen zouden doen, dan zouden we het uit eigen kracht doen. En dan zou het vleeselijk worden in plaats van geestelijk. Kijk, de Heer heeft ons geschapen met een doel. Als Hij ons schaapt met een doel, dan wil Hij niet dat we zo blijven zoals we zijn. Dan wil Hij ons veranderen. Hij wil ons verder brengen naar de bestemming die Hij voor ieder van ons, zoals we hier zitten, en voor de kijkers ook, wil bewerkstelligen. Maar soms komen wij niet ver omdat we vaak niet weten, wat is onze bestemming? Wat is ons doel? En soms denken we zo groot dat we na een maand misschien afhaken en denken, nee, dat is zo groot, dat ga ik niet redden. Maar dat hoeft ook niet in één keer. Het mag in jaren gaan. Maar hou je passie in het oog. Zoals mijn man wel eens zei, 200 miljoen. En toen dachten mensen, zou hij nou geld bedoelen? Toen zei hij, nee, 200 miljoen zielen. Dat heb je niet in één keer. Daar gaat heel veel tijd overheen. Maar al zou er in eerste instantie maar één zijn, dan is dat, wauw, we hebben één mogen winnen voor de Heer. En zo ga je door. En voor je het weet, mag je zoveel mensen bereiken. Bereiken misschien in de gemeente. Bereiken via het medium, de televisie. Maar bovenal buiten. Want er is een grote nood. En ja, wij hebben iets wat de wereld niet heeft. En als wij daarin willen veranderen, want ja, je kunt wel zeggen, ik ga even iemand bekeren. Nou, dat is al achterhaald, hè. Dat werkt eigenlijk al niet meer. Het is meer van dat wij in eerste instantie moeten veranderen. Dat we moeten gaan lijken op Jezus. En als wij gaan lijken op Jezus en wij vullen ons met zijn liefde meer en meer en onze houding zal ernaar zijn, dan zullen mensen aan ons kunnen zien. En zullen afvragen, dan hoeven we misschien helemaal niet naar die andere toe te stappen. Maar dan komt die andere juist naar ons toe van, jij hebt iets. Jij hebt zo'n vreugde, je hebt zo'n liefde. Ik wil eigenlijk wat jij hebt. Want ik heb die vreugde en ik heb die vrede en ik heb die liefde niet in mijn leven. Hoe kan jij in deze tijd zo vol vreugde zijn? Dan mag je getuigen. En dat is een eer dat we mogen getuigen wat de Heer in ons leven doet. En dat is geweldig als je dat mag doen. En dat is eigenlijk, ja, dat is weggelegd voor ieder van ons. Dat is niet alleen die of die. Eén is meer geroepen als evangelist. Maar toch mogen we allemaal getuigen van de Heer. Soms kan het je helpen als ik zou zeggen van, of als ik zeg, wat zou je willen als je alles zou kunnen? Stel je hebt alle geld van de wereld. Of ik bedoel meer van, je hebt alle mogelijkheden tot je beschikking. Wat zou je willen doen? Dan kan je denken van, ja, maar ik heb daar de financiën niet voor, ik heb daar de middelen niet voor. God zegt, denk nooit te klein.
Als je met kleine begint, God gaat het toevoegen. Waarom? Hij kijkt naar jouw hart. En hij weet wat erin zit. Waarom? Hij heeft dat in jou gelegd. Hij is toch immers je schepper. Hij heeft jou gemaakt. En ga eens verder dan je comfortzone. We hebben ergens een level in ons eigen leven bepaald dat we zeggen van nou, tot zover kan ik. Alles wat er boven komt, dat je wel bij een ander ziet. Stel, je ziet iemand anders en denkt, wauw. Wat die persoon heeft, zou ik ook graag willen. Maar je beperkt jezelf. Waarom zou het voor jou niet zijn? Waarom zou het voor jou niet weggelegd zijn? Kijk niet met jaloezie naar die ander. Dan denk je, hé, de Heer heeft dat voor die persoon. Maar Heer, u kan hetzelfde voor mij hebben. Alleen ik zal het misschien anders gaan invullen, want ik ben anders dan die persoon. En beide zijn ze even waardevol. Daarom wil Heer ook niet dat we wedijveren met elkaar, want dat is helemaal niet nodig. Als we gaan wedijveren, dan zijn we eigenlijk niet meer onszelf. Dan zijn we eigenlijk meer vleeselijk bezig. Maar ieder mens is waardevol voor God, wat hij ook doet. En voor de een heeft God iets meer, en voor de ander misschien iets minder. Maar daardoor zijn wij even waardevol. Als we daar weer stilstaan, dan worden dingen ook anders. Dan gaan we daar ook anders, onze visie wordt dan anders. En we zullen meer gericht zijn op de Heer dan op die ander. Schrijf ze neer. Schrijf op wat je graag zou willen. Ook al lijkt het onmogelijkheden. En leg het misschien eens een dagje weg. En pak het dan eens weer op en ga er eens over nadenken. En ga daar ook voor bidden. En je zult werkelijk versteld staan. En ik hoop dat u niet zoals mij dan na 2015, 2016 zegt van de 5 dingen is er misschien maar 1 gelukt. En dat lag niet aan de ander, het lag aan mij. Omdat ik niet volledig ben uitgestapt. Nu heb ik dingen opgeschreven op korte termijn. Ik heb gezegd, ik wil dit behalen binnen 2 maanden. En elke morgen als ik wakker word, kijk ik weer in de agenda. En ik ga even terug en kijk welke datum was het. En welke datum is mijn streefdatum, hoeveel heb ik nog? Ik denk, ik moet soms opschieten. Maar ik pak mijzelf aan. Het vlees wil dit doen. De Heer doet het wel door mij heen hoor. Ik maak me helemaal geen zorgen. Ik heb nog alle tijd. Maar de Geest zegt, sta op en wandel. Dus wij moeten gaan in de kracht van de Heer. En misschien is het goed om eens anderen te vertellen van je dromen. Je zegt van, ik wil heel graag dat bewerkstelligen. Maar ik vind het zo moeilijk. Neem iemand in vertrouwen. Neem niet iemand die zegt, ach, dat wordt toch niks. Dat zal je alleen maar belemmeren en dat zal je frustreren. Dus zoek heel duidelijk, of bid ervoor, Heer, welke persoon mag ik de komende tijd daarvoor in vertrouwen nemen. Die ook echt met mij gaat meewandelen en misschien met mij meebidt, dat zou helemaal geweldig zijn, om datgene te behalen. En al lijkt het in eerste instantie als je iets bereikt dat niet zo mooi, maakt niet uit. Het gaat niet om de mooierheid, het gaat erom dat je bent uitgestapt. En ieder mens is uniek, iedereen zal het op zijn wijze doen. En misschien is het eerste resultaat nog niet dat je zegt van oké. Maar wees dan blij dat je bent uitgestapt en dat je de stap gezet hebt. En de tweede keer wordt het misschien al mooier. En de derde keer wordt het misschien meer verfijnder. Je zal dingen tegenkomen. Dus één die wil niks liever dan je eigenlijk onderuit halen. Waardoor je weer wordt belemmerd, waardoor je weer wordt gefrustreerd, waardoor je weer teruggebracht wordt naar het punt waar je was begonnen. Maar geef niet op. En als je het opgeschreven hebt, ga dan ook plannen maken. Want je kan opschrijven het doel wat je wil bereiken. Maar als je geen plan maakt, wordt het nog niks. Dus ga opschrijven wat je vervolgens gaat doen en wanneer je het gaat doen. En ik weet als mensen een gezin hebben dat het
best moeilijk is. Maar als de man of de man begint en de vrouw steunt, ze steunen elkaar, dan is dat ook mogelijk. En controleer ook regelmatig. Check eens even van, hey, heb ik dat plan al uitgevoerd of is het daarbij gebleven? Nou, raak niet gefrustreerd als het even niet gelukt is. Dan zeg ik, oké, het ging vandaag even niet, maar ik ga weer beginnen en ik ga het nu wel halen. En haal je het niet, je mag het voor de Heer altijd elke keer weer overdoen. Bij de Heer is altijd herexamen. En er komt de tijd dat je zal slagen. En als wij gaan slagen, dan blijven we niet meer op die level. He, toen je op school was, toen heb je geleerd voor een je deed beroepsonderwijs, je leerde voor een beroep. Dan heb je er net zo lang over gedaan, totdat je het je eigen hebt kunnen maken. En je kon uitgaan. En je kon datgene wat je geleerd hebt, kon je in de praktijk brengen. En daardoor groeide je nog meer. En geeft het je uiteindelijk de bevrediging die je graag wil hebben. En dan heb je weer mensen die zeggen van, oké, het was leuk deze baan, maar ik wil wel eens wat anders. Dan kan dat ook weer een uitdaging zijn om daar ook weer in verder te gaan. En zo gaan we stapje voor stapje voor stapje omhoog. En het bijkomstigheid is dat we mensen ook weer mogen helpen. De ervaring die we daaruit gehaald hebben, kunnen we mensen helpen die daar een beetje mee, ja, wat moeite mee hebben. Of zeggen van, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet doen. Dan zeg ik, joh, maar ik help je. En we doen het samen. En dan ben je tot een hand en een voet. Evalueer ook. Evalueer van, was dit wel de goede manier om het te doen? En soms moet je zeggen van, misschien is het wel te hoog gegrepen voor mij. En als het te veel frustreert, kun je nagaan, kun je denken van, moet ik misschien, ben ik niet voldoende uitgestapt? Dan kan dat ook een reden zijn. Maar als je gefrustreerd bent, dan kan het ook zijn dat je bij jezelf af moet vragen van, nou, misschien is het wel te veel voor mij gevraagd. Misschien moet ik het even aanpassen. Misschien moet ik een stapje terug. Of misschien moet ik toch een hele andere kant op gaan. En eenmaal als je de plannen gemaakt hebt, maak dan een beeld voor jezelf. Hoe zou het zijn? Nou, we hadden het vanavond over, over deze dame, u ziet haar niet, maar ik zie haar, over decoraties. Ze wil heel graag daarin uitstappen. Maar dan kan je voor jezelf een beeld ervan maken van, wat wil ik bereiken? En dan zie je het al voor je. Stel als dat decoratie is. Je kijkt naar deze decoratie, kan je zeggen van, nou, zo wil ik het doen. Of ik wil het anders gaan doen. Maar dat vind ik al prachtig. Het is eenvoudig, maar het is prachtig. En dat hou je steeds voor ogen op het moment dat het wat minder gaat van, ja, maar daar wil ik naartoe. Daar wil ik naartoe. En dat kan voor bloemschikken, kan het een prachtig boeket zijn. Voor de ene is dat bloemschikken misschien om ouderen een boeketje te geven. Dat is ook heel dienstbaar. Om de bijbeltekst aan te doen bijvoorbeeld. Het lijkt klein, maar je hebt geen idee wat voor waarde u bent voor een ander. Het kan ook zijn dat je een bloemstuk wil doen voor een conferentie. Gewoon omdat je het leuk vindt. Waarom? Omdat je de Heer daarmee wil eren. Want hij heeft het in je gelegd. Met alles wat wij doen, eren we de Heer. En misschien moet je uitstappen naar iets totaal anders. We kunnen soms zo, hoe moet ik het zeggen, ik noem het maar de automatische piloot. Van, ach, dan wil je op een ander spoor en elke keer kom je weer op hetzelfde spoor uit. Dan is het jezelf gewoon trainen, disciplineren en te zeggen van nee, ik ga uitstappen in iets totaal nieuws. Iets nieuws doen, dan denk je, wauw. Wat ben ik er voor nodig? Misschien moet je eens even winkels kijken voor ideeën of op internet zoeken. Of eens mensen vragen in de gemeente van, god, dit lijkt me nou wel leuk. Heb jij nog adviezen voor mij? En je zult versteld staan als je iets nieuws begint. Dat kan weer hele nieuwe deuren openen. Je kan een hele andere visie van jezelf gaan krijgen. Dat je denkt, wauw, als je een lasser bent,
En je doet iets totaal anders. Dan kan je denken van, God, ik dacht dat ik alleen maar kon lassen, maar ik pleit dat ik ook nog dat en dat en dat beheers. En dat heb ik eigenlijk laten liggen. Ik heb daar nooit in verdiept. Ik heb daar nog nooit naar uitgekeken om iets meer te gaan doen. En ja, dat kan weer een hele nieuwe kijk op je eigen leven geven. Waardoor je weer blijer wordt misschien. En ja, hetgene wat je hebt geleerd wil delen met een ander. Dan ben je ook weer de hand en de voet. Maar wat je ook doet, ga nooit alleen. Bespreek alles met de Heilige Geest. Want Hij is degene die het werken in en door je wil bewerkstelligen. En weet dat als we gaan uitstappen, in welke vorm dat dan ook is, we zullen moeilijkheden meemaken in ons leven. Als we kijken naar het geestelijke, bijvoorbeeld we willen meer gebed in ons leven, hè, als ons gebedsleven op een laag pitje is en we zeggen van, hé Heer, het is eindtijd en ik wil meer bidden voor bijvoorbeeld Israël, ik wil meer bidden voor de verloren ziel, ik wil meer bidden voor de zieken, wat je ook maar op je hart krijgt, dan is er één die zal je groei daarin willen belemmeren. We hebben Christus in ons leven nodig, anders hebben we niet de weerstand tegen de misleidingen. Als we in het vlees zullen leven, kunnen we niet geestelijk leven. Als we geestelijk leven, kunnen we niet vleeselijk zijn. Ik zeg elke keer tegen mezelf om mezelf te helpen, en ik hoop dat het jullie ook helpt, vleeselijk is vleeselijk. En dat houdt mij steeds voor. Alles wat vreselijk is, nee, Erna, dat is vreselijk. Je moet het niet willen, je moet het niet wensen. En dat helpt mij om daarmee te stoppen. We moeten heel veel keuzes maken, elke dag weer in ons leven. Maar ook als we geestelijk leven, vraagt de Heer keuzes van ons. We worden gered door God als we werkelijk in Jezus geloven en voor Hem kiezen. Maar heel veel mensen denken, klaar, ik ga naar de hemel en dat is genoeg. Maar ik kan u vertellen, dat is niet genoeg. Want de Heer heeft ons geplaatst met een reden op deze aarde. Het gaat erom of wij God en Jezus vereren hier op aarde. Door te leven zoals Hij dat wil, in en door ons heen. En dat betekent, het gaat niet meer om wat ik wil. Onze ik is ondergeschikt aan zijn wil. Het gaat om zijn wil. En dan zullen we best nog willen struikelen. En als dat gebeurt, dan mogen we weer naar hem toe gaan. Heer, vergeef mij. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ook al weet je niet waar je leven naartoe gaat, maar dan mag je weten, God is goed. Hij heeft alles in zijn hand. We mogen het overgeven, het liefst met overgave. Het loslaten wat ons eigenlijk in de weg staat. We worden getest. Ik was laatst even op internet en ik luisterde naar een spreker en die zei het heel mooi. De Heer heeft een verbond met ons aangegaan. Maar de Heer ging in de Bijbel een verbond aan met Noach. Nou, iedereen weet dat. Door middel van de regenboog. Maar de Heer ging ook een verbond aan met Mozes. En dat was het verbond, de besnijdenis. Nou, ik weet niet hoe het met u vergaat, maar als ik mag kiezen, dan weet ik wel waar ik voor kies. En dat is zeker niet de besnijdenis. Want de besnijdenis doet pijn. Dus misschien wel een korte pijn, maar nogthans, het is pijn. Maar als we kiezen voor de regenboog, is het natuurlijk fantastisch. Maar altijd op de toppen zitten is mooi, maar het brengt ons niet naar het doel waar de Heer ons hebben wil. Het brengt ons in dalen. In die dalen leren we het meest. En vaak willen we niet door die dalen. Waarom? Omdat we verwend zijn in ons vlees. Maar we moeten dat vlees kruisen. We moeten ons afsnijden van het vlees. We kunnen gaan kijken naar een ander van, ja, maar die doet het toch veel beter dan dat ik dat doe. Ik zeg heel eerlijk dat ik mij er ook schuldig aan heb gemaakt. Ik keek zo naar een ander,
maar het belemmerde mijn eigen groei. Door de jaren heen heb ik geleerd, Anna, je bent waardevol, je mag er zijn. En de Heer heeft jou gemaakt met een specifiek doel. En heeft in ieder zoals we hier zitten ook gemaakt met een specifiek doel. En ieder doel is weer verschillend. De Heer zegt ook in zijn woord, kijk niet naar mensen. Zie niet op naar mensen, kijk naar mij. Wat ik in en door jou heen kan doen. We maken allerlei dingen mee in het leven. Het zijn testen. In deze tijd denk ik dat de grootste test is financieel. Doordat mensen, het zijn mannen, vrouwen, jong of oud, het maakt tegenwoordig niet meer uit, hun baan verliezen. Niks meer hebben om op te staan. Een huis hebben gekocht. Met de hypotheek blijven zitten. Maar nochtans, als wij zien op de Heer, dan zal de Heer ook voor een uitkomst zorgen. We maken ook testen mee met mensen. Mensen kunnen maar heel geestig lijken. Ze kunnen je ook heel hard een trap nageven. Ze kunnen je vertrouwen schaden. Ze kunnen over je gaan roddelen. Of gezondheid. Je kan altijd gezond zijn en dan in één keer plots gebeurt er iets. Het zijn allemaal testen waar de Heer ons leert mee om te gaan. En in alle zaken is het vertrouw op mij. We kunnen alles willen, zo zijn wij mensen, we willen graag alle touwtjes in handen nemen. Maar oh wee, als die schade aankomt, hè, en die knipt de touwtjes door, dan voelen we ons helemaal naar beneden. En dan denken we, oh help Heer. En dan zegt de Heer, ik zeg toch in mijn woord, ik zal je nooit begeven, nooit verlaten. Ik ben altijd bij je. Roep mij aan in de tijden der benauwdheid. En ik zal er zijn. Dat is uitstappen. Wil je al die test niet? Wil je lekker op die stoel blijven zitten? En wacht tot de Heer ooit een keer iets met je gaat doen? Hij zal wel wat doen hoor. Omdat hij een liefdevolle vader is. Hij is te geven. Hij wil graag de kinderen zijn kinderen helpen. Maar als je geen test wil, dan heb je ook geen groei. En als je geen groei hebt, dan word je vaak ook zwakker. Want je zakt af. Dan blijf je waar je bent. Maar God wil dat niet. God heeft gezegd, ik heb je geschapen met een doel. En hij heeft iets veel beters voor jou. Veel beters dan jij of ik, u en ik kunnen bedenken. Toen ik de Heer aannam, de Heer Jezus aangenomen, toen wist ik ook niet dat ik hier zou gaan staan spreken. En ik vertel u echt eerlijk, ik vind het vreselijk om hier te staan. Dat is niet vreselijk hoor. Maar ik vind het echt niet makkelijk om hier te staan. Maar ik heb gezegd, Heer, u moet het maar doen. Heilige Geest, spreek maar. En dat is, gaat met vallen en opstaan. Ik zal ook best wel eens vallen. En dat mag al moeilijk zijn. Het hoeft niet makkelijk te zijn. Een test halen van school, nou, daar heb je ook niet altijd zin in. Toch? Of een tentamen, een examen, daar heb je ook geen zin in. Maar je moet er wel doorheen. En dat is maar goed dat je mensen hebt, leraren hebt, die achter je staan van, ja, mop, ik wil dat jij jouw diploma gaat halen, opdat jij een plek in de maatschappij kan veroveren. Dus dan is de leraar ook de aanmoediger en de bemoediger. Die hebben we allemaal nodig. God geeft niet altijd wat wij willen. We kunnen natuurlijk ook dingen vragen. Ja, verder niet uit te leggen, denk ik. Maar hij geeft altijd alles wat we nodig hebben. Is dat niet fantastisch? En ik denk dat we zo vanavond, hij geeft alles wat we nodig hebben. En dan denk ik als Heer, ik dank u soms al eens te weinig. Mijn vriendin zei ooit een keer tegen mij, Anna, op het moment dat ik uit mijn bed stap, dan zeg ik, vader, ik dank u voor de levensadem. En toen dacht ik, wauw, maar het is wel waar. In deze tijd weet je niet of je morgen nog leeft. Dus ik heb me maar gehouden van, ik heb het mij te harte genomen. En ik bid u elke avond, vader, dank u
voor de levensadem die u mij deze dag gegeven hebt. Of als een nieuwe dag begint, Vader, dank u voor de levensadem voor deze dag. En ik zie uit naar wat u gaat doen. En ik help mijzelf. Ik heb een mobiel, zoals de meesten dat ook hebben. En ik kan, als ik mijn klepje van mijn mobiel open doe, dan heb ik een mooi plaatje. Soms kies ik een plaatje. Ik had vorige week een kerk. Maar die kerk, het plaatje van de kerk, helpt mij om aandacht te hebben voor de mensen in de gemeente. Het heeft me geholpen de laatste weken om intensief voor iedereen te bidden. Ik had het op mijn hart. Dus elke keer als ik het plaatje van de kerk zag, dan zei ik, Heer, voor wie mag ik bidden? En dan kreeg ik een naam in mijn gedachten en ik ging gewoon voor die persoon bidden. Het hoeft soms niet lang te zijn, want ja, je kijkt er even misschien een moment op, maar dat moment kan je wel weer benutten. En nu heb ik een zandloper gevonden. En de zandloper heeft voor mij twee betekenissen. De eerste is, de tijd is kort. De tijd loopt af. En het tweede is, hoe benut ik mijn tijd? De tijd is niet, ik heb zeeën van tijd. Nee, het is nu, hoe zou ik het zeggen? In Engels is het precious, dierbare tijd. Een korte tijd die ik heel goed wil benutten. Zal me misschien niet altijd lukken, maar is wel mijn doel. En dat is voor mij voor de komende maanden. Om daar bij stil te staan van hoe deel ik mijn dag in? Hoe vul ik mijn dag? Met nutteloze dingen of met nuttige dingen? Daarnaast heb ik ook gebrokenheid nodig. Ik heb wel eens gebeden voor mensen van Heer, dat ze niet gebroken worden, maar verbroken. En toen ik dat een keer tegen iemand zei, toen zei die persoon van, kun je dat maar bidden? Ik zei, lieve schat, ik bedoel dat positief. Als iemand niet gebroken wordt, dan blijft hij waar hij is. Maar wordt iemand gebroken, dan komt er een stuk zachtmoedigheid, een stuk nederigheid naar boven. Dan gaat iemand willens en weten, hoe het ook bent of verkeerd, hij gaat op zijn knieën, want hij kan niet meer. Of zij kan niet meer. En dat zijn de momenten dat de Heer zegt, dank je wel, mijn lieve kind, want in mijn zwakheid, in jouw zwakheid, kan ik mijn kracht laten zien. En dan gaat hij veel grotere dingen nog door je heen doen. En dan kom je verder dan dat je ooit hebt gedacht. Zoals ik al zei, wees voorzichtig. Je kunt heel wat vragen, maar wees ook voorzichtig met wat je vraagt. Je kunt iets vragen, maar dat kan misschien wel 20 jaar duren. Is dat reëel? Is het niet reëel? Of vragen we dingen ja, waarvan we denken van ja, dat is weer vleeselijk. Dan moeten we dat eigenlijk niet vragen. Hè? We moeten vragen wat naar zijn wil is. En weet u, als wij A zeggen tegen God en we vragen hem, dan moeten we ook B willen. Want de Heer kan iets van ons verlangen. Stel dat de Heer ons door een test heen laat gaan van vergeving. Dat is allen bekend. We hebben gezegd, ja hoor, ik wil die persoon vergeven, Heer. Met alles wat in me is, zeiden we misschien in de top. Maar als het moment zijn dat we diep zitten en de Heer zal vragen van, ik wil dat je deze persoon nu vergeeft, dat je naar deze persoon toestapt, dan is dat B. Slik. Zijn we bereid om naar die persoon toe te gaan? Maar dan mogen wij gelukkig, en wij kunnen gelukkig zeggen, met God kan ik alles aan. En dan mag je het bij hem leggen en je zult versteld staan wat hij door je heen doet. En als je dat een keer hebt meegemaakt, als je iemand hebt vergeven, dan denk je, wauw. Maar niet alleen voor jezelf, maar dan kom je erachter van, hé, die ander wordt er ook vrij van. Het is werk tweeledig. Dus je dat gaat ontdekken, denk je, wauw, God, u bent goed. U bent geweldig goed. En dan wil je niks liever dan die ander daarin helpen en aan te sporen. Van, joh, je wordt er zelf ook beter van. Niet dat dat moet niet de stelregels zijn. Maar als jij uit gaat stappen,
dan gaat de Heer jou ook zegenen. God die doorziet het hart en de nieren. Hij weet wat we denken. Dus we hoeven ons niet beter voor te doen dan dat we zijn. We mogen komen zoals we zijn. We hoeven geen hoogdravende woorden te doen. Zoals ik met u praat, zo mag ik met de Heer praten. Iedereen wil gebruikt worden door God. Heel vaak willen mensen een podiumplekje. Van de week, dezelfde spreker gaf een hele mooie uitspraak daarover. Die zei ook van, ik sta hier. Ik kan heel veel mensen bereiken. Maar ik denk dat jullie nog meer bereiken dan ik die hier sta. Want als ieder persoon zijn licht laat schijnen in de wereld en uit zal gaan en elke christen zou gaan getuigen, wauw, dan worden nog veel meer mensen worden bereikt met het evangelie. De spreker bouwt op. De spreker moet ook uitgaan. Maar als de mensen die het horen het in de praktijk gaan brengen en uitgaan, wauw, dan gaan we een wave krijgen. We gaan zo'n beweging krijgen van de Heilige Geest, dat mensen versteld zullen staan. En dan kun je een training krijgen, wat bijvoorbeeld een gospelzanger zei, was op een boot, en was een vrouw, die keek naar hem en hij dacht, oké, ik ben een bekende zanger, dus ja, mensen zullen naar me kijken. Maar die vrouw keek zo aandachtig naar hem, liep naar hem toe, en ze zegt, wat u heeft, dat wil ik ook. Wist heel niet dat het een gospelzanger was, maar liep gewoon op hem af. Wat u hebt, dat wil ik ook. En op de boot heeft hij met deze vrouw gebeden en de vrouw heeft de Heer aangenomen. Dus elk moment kan een moment zijn. En benutten. Ik begin de dag met bidden van Heer, voor wie mag ik vandaag wat betekenen? Dat kan de cashier zijn. Ik weet het niet. Je kan misschien een woord zeggen wat de hele dag voor die persoon kan veranderen. Soms moet je zeggen, zegt de Heer, ga maar tegen die zeggen van Jezus houdt van jou. Wow. Maar als je het doet, dan heb je misschien iets belangrijks in het hart van die persoon gelegd. Dan heb je misschien een levensveranderend woord mogen brengen voor die persoon. Wij weten niet wat een persoon in andermans leven leeft. Maar als God zegt, ga naar die persoon en zeg dat, kan het beter maar doen. Dus het doel kan zijn ook van, Heer, ik wil u meer gehoorzamen. Ik wil uw stem meer verstaan. Dan moeten we wel dingen doen. De Heer zegt, blijf in mij, dan blijf ik in u. Maar als we niet in hem blijven, de wereld trekt en we worden misleid. En nog een korte tijd is de vijand zal meer met zijn staart gaan slaan, zeg ik altijd maar. En hij maait. Je ziet dood en verderf. Maar wij kunnen degene, wij hebben het leven. Maar we kunnen degene die dood is, weer levend maken door Jezus. Amen. De wereld wil bewijzen. Wil bewijzen zien, wil bewijzen horen. Als we bewijs willen laten zien, dan is het onze houding van onze Heer in de wereld. Ik heb mij voorgenomen, en daar ben ik al een hele tijd mee bezig. Ze kunnen mogen me voor gek verklaren wat ze willen. Maar ik heb het op mijn hart en ik doe het. En dat is, ik heb beloofd aan de Heer. Ik zei, Heer, als ik bij de supermarkt ben, dan wil ik een positief woord spreken naar de cashier. Ik wil vriendelijkheid. Wat mensen ook zeggen, Heer, ik laat me de vrede niet roven. Ik zal vriendelijk zijn naar ze. Dus heel vaak zeg ik tegen de cashier, ik hoop dat je een hele fijne werkdag hebt. Of als ik denk, hé, wat heeft die mooie kapsel? Wat heb je een mooie kapsel? Wat heb je mooi nagellak? Dan zou je wel denken, ja, dat is niet geestelijk wat je doet. Nee, dat is waar. Maar de Bijbel zegt wel, uw vriendelijkheid zijn allen bekend. En als wij beginnen, al zou het nagelak zijn, je weet nooit waar het gesprek eindigt. Dus de Heer wacht op ons. Hij wacht tot wij uitstappen, dat wij de eerste stap zetten. Want als we op de wereld moeten wachten,
dan duurt het vrij lang. Ja? Zo kunnen we ook in de kerk zitten. En het kan heerlijk zijn om te zingen, te lofprijzen, om in de aanbidding te gaan, om in de troonkamer van God te komen. Dat is fantastisch. Het kan geweldig zijn om het woord te horen. Het kan mooi zijn om een profetisch woord te krijgen. Daar verlangen we eigenlijk allemaal wel naar. Maar als het alleen maar werkt in de kerk, zoals we hier nu met elkaar zitten, zijn we aan elkaar gewaagd. We kunnen wat hebben van elkaar. We kunnen elkaar verdragen. En het is fijn samen. Maar in de buiten de kerk, als hetgene wat we hier geleerd hebben buiten de kerk geen waarde heeft, dan heeft het geen zin. Hier is geen druk. De druk is daar buiten. En daarom hebben we elkaar ook nodig. Stel dat iemand zegt, ik heb een belangrijke beslissing. Ik moet dit of dat doen. Dan weet ik van jullie allemaal, met jullie en de hele gemeente bekendmakers, willen jullie voor mij bidden, want ik moet dit of dat of dat doen. En dan zien we ook het resultaat ervan. En dat is fantastisch. Maar stel als iemand zegt van, ik wil vandaag uitstappen en ik wil gaan getuigen. Willen jullie voor mij bidden? Want ik vind het verschrikkelijk moeilijk. Dan zul je zien dat de Heer echt bij je is. Maar je zal het ervaren. Je zal het weten. Je zal weten van, oh, Heer, ik voel dat ik word gedragen. Ik ervaar dat mensen voor mij bidden. Dan heeft dat veel meer kracht. En daar wil ik eigenlijk ook mee, ja, mee eindigen. Ik had nog veel meer op papier. Ik had nog allerlei testen. De vertrouwenstest, de afwijzingstest. We kunnen afgewezen worden. Maar God wijst ons gelukkig nooit af. We kunnen verraden worden. We kunnen respectloos behandeld worden. Maar hé, Jezus werd dat ook. Werd ook respectloos behandeld. Maar we weten wie we zijn in Christus. Wat we ook doen, wat onze weg ook zal zijn, hoe we die ook gaan wandelen, één ding mogen we zeker weten. Als we het bidden bij hem neerleggen, dan mogen we weten dat hij ons draagt door alles heen. Dan mogen we weten dat hij onze helper is, onze trooster is, onze kracht, onze vreugde. Dan zal de dankbaarheid ons hart vervullen. We mogen dan gericht zijn op het resultaat. De Heer zegt dank voordat je het hebt ontvangen. De overwinning is in en door hem. En we zullen die behalen met hem. En ik hoop dat jullie ook uitzien naar wat de Heer in uw en ook in mijn leven gaat doen, ook dit jaar. En ik hoop dat als we in 2016 daar weer een preek over hebben, een woord over hebben, dat u zal zeggen van, wauw, het was een fantastisch jaar. De Heer heeft zoveel grote dingen in en door mij heen gedaan. Ik ben zo enorm gegroeid. Ik ben verder gekomen in mijn bestemming. Dat de Heer blij is met jullie. Maar dat jullie blij zijn met elkaar. En daar wil ik bij laten deze avond. Om te zeggen, wees gezegend, volk van God.